In Jonge Garde staan we natuurlijk heel veel in de keuken, maar er gaat niet altijd alles even goed. Nee, dat klopt. Maar ja, dat komt ook gewoon omdat Manouk heel veel fouten maakte. Nou ja, gelukkig gaan wij vandaag een recept maken wat bijna niet mis kan gaan. Ja, een perfect gerecht voor ons om mee te gaan experimenteren. Yes! Rode kool met appelsoep, geroosterde paprikasoep en slasoep. Ja, we hebben het zelf nog nooit gegeten, maar we zijn heel benieuwd hoe dat gaat smaken. En daar kunnen we maar op één manier achterkomen en dat is... Door het gewoon te doen. Ja. We gaan beginnen met de rode kool appelsoep. Stap 1. Schil de appel en snijd hem in stukjes. Je moet altijd goed oppassen, want het is natuurlijk scherp. En nu ga ik mijn appel in 4 stukken snijden, maar ik heb weer een mes vast. Dus vraag het aan uw ouders of iemand die dat erbij staat om u even te helpen. Voilà. Gaan we alles bij elkaar mengen, toch? Ja. Een halve liter kippenbouillon. De rode kool erbij. De appeltjes erbij doen. Kaneel. Voilà. En kruidnagel. Op een laag vuurtje, 10 minuten. Gaan we dat laten koken. Altijd goed opletten met vuur. Het ruikt heel lekker. Heel lekker. Heel. Volgens mij kookt hij. Ah, dan kunnen we het deksel erop zetten. En dan kunnen we doorgaan met de geroosterde paprika soep. Verwarm de bouillon in een ruime pan en voeg de rozijnen en paprika toe. Oké, gaan we wachten tot hij warm is. Dan zetten we hem even iets lager. En dan kunnen we daar de paprika en de rozijnen aan toevoegen. Gaan we toevoegen. Rode kool appelsoep. Zullen we die gaan pureren? De 10 minuten zijn om. Perfect. Ik heb dat ooit eens thuis gedaan, maar dat is niet zo goed afgelopen. Hoezo niet? Ik hield hem iets te hoog en... Oh, fontein. Dat is. Oké. Opa. De slasoep. Verwijder de buitenste bladeren van de sla. Zo. En dan trek de blaadjes los van de krop en Aram en Noah, hè, die beginnen toch zo wat verliefd te worden, hè, in de serie. Ja. Als jij nu op date zou gaan. Op date? Ja. Naar welk restaurant zou jij dan gaan? Ik denk Italiaans. Vind ik romantisch. Dus Aram. Oké, dit is... Nee. Dit is klaar. Verwarm de bouillon in een ruime pan. Zo, en ondertussen kunnen wij de paprika soep verder afmaken. Roer de crème fraîche erdoor. Door. Pureren. Hij is klaar. Klasse. Oké, perfect. Kunnen we die alweer afvinken? Gaan we verder met die, hè? Klopt. De slaasel. Die is heel warm. Dus pas op. Eerst deze. Ja. En dan doen we, voilà. De basilicum erbij. Perfect. Oké, en deze gaan we 5 minuten op laag vuur laten staan. Ja. De slasoep kunnen we van het vuur afhalen. Zo. Nou, dat ruikt niet zo heel fris. Nee, maar we gaan er iets lekkers van maken. Een scheutje slagroom. En dan gaan we weer pureren. Rode kool appelsoep. Geroosterde paprikasoep en slasoep. Oké. Ik had het veel zoeter verwacht. Ik dacht dat die rode kool veel zoeter aanwezig zou zijn. Ja. Yeah. En de appel. Vooral de appel. Vooral de appel, hè? Yeah. Maar niet slecht. Maar nee, niet slecht. Oké, volgende. Wauw. Deze is verrukkelijk. Ja, die is echt lekker. Denk een beetje op tomatensoep ook. Ik heb echt het gevoel dat dit niet lekker gaat zijn, denk ik. Het is super lekker. Ik heb het gevoel dat ik spinazie aan het eten ben. Of... Nee joh, het heeft iets weg van champignon, vind ik. Welke was het lekkerst? Gaan we het zeggen? Ja. De paprika soep. Sowieso. En daarna de slasoep. Ja, voor mij toch maar de rode kool met appel. Slasoep is ook echt heel lekker. Wil je nog meer filmpjes zien? Check dan zeker de video hiernaast van mij en Roland van vorige week. Oh, wat hebben jullie gemaakt toen? Dat ga ik niet zeggen. Nou... Vast niet zo lekker als de slasoep. Laat ook weten welke jullie het lekkerst vonden. De rode kool. De slasoep. Rode kool. Oh, en abonneer. Ja, abonneer. Abonneer. En toch de rode kool. Nee, vooral de rode kool. Slasoep. Rode kool. Nee, slasoep. De rode kool. Nee, slasoep. Rode kool. Heel erg lekker. Rode kool is veel lekker. Nee, slasoep. De rode kool. Veel lekker. Rode kool. Slasoep.